Net weer geestelijk gestoorde doordrammers aan de deur, GGD. Plagiaat is gewoon strafbaar. Karaktermoord is gewoon strafbaar. Gangstalken, cyberpesten, het is allemaal strafbaar. Er zijn meer dan 20 plus wetten overtreden die allemaal strafbaar zijn. Ondertussen heb ik de mensen waar ik last van heb gehad, ik heb alles opgenoemd. Mijn verwaarlozing, misbruik, al die psychologische spelletjes, al die emotionele spelletjes, het is ook allemaal strafbaar. Destiny stelen, erfenis stelen, het is allemaal strafbaar. Meer dan 20 plus wetten, het is allemaal strafbaar. Hey, weer is een minuut filmpje. Ik zal het er ook wel online. Ik ga me niet bezig, ik ga niet in de herhaling. De video's waar ik tegen de politie spreek, telefoongesprek of ook zo voor het raampje, staan gewoon online. De boel kan gewoon geanalyseerd worden. Ze maken zich zorgen. Ik zeg, nou, pak de criminelen op dan. Pak de daders op dan. Ga achter de boeven aan dan. Ja, waarom? Ja, dan ben ik klaar, hè. Dan ga ik er geen energie in stoppen. Dan is het gewoon wat het is. Is het gewoon weer een brainfuck? Is het bijna gewoon weer alsof er satanisten voor de deur staan? Ik kan er echt niet anders van maken. Harteloze wezens. Ga onderzoek doen voordat je ergens langs gaat. Dit is echt gewoon van God los. En dat is de enige waar ik me druk om maak. Dus mensen die zich zorgen maken om mij. Ik zou je maar zorgen gaan maken om al die daders. Dat zijn de echte slachtoffers hier, niet ik. Die dieven, dat zijn slachtoffers. Met hun kan je medelijden hebben, want hun horen allemaal heel lang de gevangenis in te gaan. Zeker erfenisdieven horen heel lang de gevangenis in te gaan. Die pedozooi hoort heel lang de gevangenis in te gaan. Nou, incest, dat mag in Nederland. En daarom, ga eerst maar eens alles aanpakken wat zich als dader heb gedragen. En met z'n allen één slachtoffer hadden. En dan wil je bij het slachtoffer aan de deur komen. Wat heb ik daaraan? Niks, hè? Ik heb er helemaal niks aan. Dus is het gewoon wat het is. Ik ben alleen bang voor God. Als ik jullie was, zou ik ook maar bang worden.